Alexander Serre Juni, ik heb vandaag veel vechtlust gezien op het plein, maar het was net niet genoeg tegen de landskampioen. Ja, ik denk dat wij de eerste helft toch op het begin wel wat moeilijkheden hadden, denk ik. Ik weet het niet, een beetje misschien ook onder, ja, ik weet niet, sommigen misschien onder de indruk of zo, ik weet het niet. En dan uiteindelijk denk ik dat we het evenwicht herstellen en krijgen we de 1-0 tegen, oké. Okay. Maar dan eigenlijk denk ik dat we niet echt achteruit zijn, ik denk dat we zijn blijven drukken. En dan de tweede helft denk ik dat we een heel goede tweede helft spelen met druk naar voren. Scoren we de 1-1, wat absoluut verdiend was op dat moment, vond ik. Ik denk zelfs dat we er nog over konden gaan. Maar dan, ja, dan valt de 2-1. En dan, ja, dan probeert je nog met Ronnie en met eigenlijk alle aanvallende mogelijkheden in te brengen. Te overtuigen voor de 2-2. Maar dat mag helaas, of was helaas niet gelukt. Vond u de overwinning van Club Brugge verdiend? Nee, ik denk op basis van de tweede helft denk ik dat we toch wel een verdiend gelijkspel hadden verdiend, sowieso. Ja. Oké, bedankt voor je reactie. Zino Gano, ondanks je mooie doelpunt zijn we toch nipt verloren op Club Brugge. Ja, heel jammer. We komen op een goed moment op 1-1. Maar dan geven we het jammer genoeg uit handen nog op laatste. Hoe was het voor jou persoonlijk, je doelpunt bij Club Brugge, waar je toch je jeugd bij genoot? Ja, het is altijd speciaal om hier te scoren natuurlijk, maar ik had liever een resultaat geboekt hier. Wordt je de overwinning van Club Brugge verdiend? Ja, op basis van de eerste helft kwam er niet aan te pas, maar ik denk dat we mogen terugblikken op een hele goede tweede helft. Hadden we meer lef en een aantal kansen, maar oké, het is spijtig dat we hier geen punten meenemen. Een volgende wedstrijd Westerlo, een zeer belangrijke wedstrijd denk ik. Ja, inderdaad, dat is een wedstrijd voor 6 punten natuurlijk. Die moet gewonnen worden. Dat is aan ons om zaterdag te winnen. Oké, bedankt.